Breda Nu. Je weet het meteen. Het is weer tijd voor de straatvraag van de week. Met deze week de vraag: wat vindt u van de homovriendelijkheid in Breda? Wat vind je van de homovriendelijkheid van Breda? Geen idee. Ik weet niet zoveel meegemaakt over. Ja. Ja, er komt hier namelijk een kleurenpad voor de lesbisch en de homo's. Wat vind je daarvan? Oh, dat vind ik wel leuk. Ja, ik ben zelf ook homo, dus. Ja, nou, dat is super goed, toch? Ja. Ja, nee, dat vind ik wel leuk. Dat vind ik wel goed. Ik heb geen idee. Oké, volgens mij toch. Ik weet echt niet hoe dat in Breda is, echt niet. Homo's worden wel, soms wel geaccepteerd, maar soms ook niet. Ligt er volgens mij ook aan wat voor geloof je ook doet en hoe je bent opgevoed. De vraag is, wat vind je van de homovriendelijkheid in Breda? Op en af. Ja? Ligt eraan waar je bent. Dus het is vrij verschillend. Als je naar een gay bar zelf gaat, is het wel leuk. Maar anders, het kan wel zijn dat je op straat van stap terugkomt dat je dan uitgescholden wordt. Maar. Ik heb zelf niet echt het idee dat er zoveel problemen mee zijn. Af en toe hoort wel eens het nieuws, maar. Ja. Er komt namelijk ook een regenboogpad in Breda, net als in Tilburg. En merk je in je omgeving dat er dingen gebeuren rondom homo's en lesbisch? We hebben hier zelf een collega ook zitten die lesbisch is. Okay. Dus ja, daar gaat ook hartstikke gezellig mee. En, we merken verder ook gewoon dat iedereen ook gezellig is tegen elkaar. Ja. En het regenboogpad heb ik net toevallig op internet gelezen, in de pauze. Dat ze daar toevallig mee kwamen. Ja. Dat is wel mooi om te zien eigenlijk, dat we daar gewoon toch sterk voor gaan staan. Ja. Dus het moet toch geaccepteerd worden verder. Ik vind wel dat wij daar goed mee omgaan in Breda. We krijgen namelijk ook een regenboogpad om het wat meer te laten accepteren. Merk je in de omgeving dat er haat is of is het wel, valt het wel mee? Juist dat het geaccepteerd wordt, geen haat, geen in principe gewoon normaal, goed. Ja, gelukkig. Ja. En ik merk geen haat. Ik heb nog niks gehoord over het regenboogpad, dus dat kan je aan de ene kant ook zien als iets positiefs, want ik heb ook geen haat over gehoord. Ja. Dus op zich is dat wel positief, denk ik. Ja, niemand maakt er een big deal van. Dat is het. Iedereen laat het gewoon zijn gangetje gaan. Maar ik vind wel dat het er steeds meer in komt. Dat zie je ook steeds meer. Alleen de acceptatie is af en toe nog wel minder. Breda Nu. Je weet het meteen.